Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en de week is weer door midden. Ik heb er alweer 3 werkdagen op zitten. En weer een bericht, laat me rijden. Zie je, Kevin, schijn nou eens uit met appen, ga gewoon weg. Zie je, zit die Kevin bij me weer te appen, hè? Kevin, sodomiet er nou eens op, ik ben aan het vloggen. Zegt hij tegen mij, oude vlogger, heb die het tegen jezelf? Ja, ja Kevin, jij bent binnenkort ook een oude vlogger. Je hebt nou je camera, dus ga dan maar videofilmpjes maken. Schiet nou maar op. Nou, de mededeling. Ik ga vanavond even livestreamen. Nou, Joost heeft weer gezegd dat hij met me zou gaan livestreamen vandaag. Dus we gaan dat wel zien. En ik heb gisteren niet gelivestreamd. Gisteren was ik dus in slaap gevallen. En was het weer een korte vlog. Ja, door de week kunnen jullie niet zoveel verwachten. Verwacht wel niet te veel. Want ja, ik ben natuurlijk de hele dag aan het werk. En dan heb ik niet echt altijd tijd. Dus ik probeer toch wel wat stukjes op te nemen. Ook al kan het misschien even een korte vlog zijn van 3-4 minuten. Maar dan toch. Ja, door de week heb ik weinig tijd. Dus verwacht er dan niet te veel van. Kan af en toe even een hele korte vlog zijn van een paar minuutjes. Maar dan weten jullie dat alvast. Ja, het is af en toe eventjes een beetje druk. Ik heb vandaag ook weer ontzettend druk gehad. Na mijn werk moest ik even naar de garage toe en daarna nog even cola halen. Dus ik heb het ook af en toe even druk. Nou, ik heb nieuwe containers gehad. Die waren aangekomen toen ik thuis kwam van mijn vakantie. Nou, ik heb ze inmiddels gestickerd. Ik zal het laten zien. Oh nee, dat kan natuurlijk niet, want dan zien jullie het huisnummer. Stom. Nou, ik ga in ieder geval ga ik livestreamen met Joost. En ik hoop dat hij komt in ieder geval. En dan gaan we dat doen. Ik ga nog heel eventjes de poesjes knuffelen. En dan ga ik zo een hapje eten. En dan ben ik dadelijk weer bij jullie terug. Tot zo. Zo, en het is inmiddels bij 12 en ik ga naar mijn bedje toe. Ik wou nog een livestream eruit gooien. Maar ik had vanmiddag eigenlijk al een beetje beginnende hoofdpijn. dat is eigenlijk door gaan zetten. En vanmorgen, net na het eten, toen is het eigenlijk een beetje de mist ingegaan. Ik heb ook aspirine ingenomen. Ik begon de hoofdpijn heel erg te voelen. En toen ben ik maar even op de bank gaan liggen. En ben ik toch weer achter de computer gekropen. Nog even wat filmpjes gekeken. Maar mijn eigen een beetje rustig gehouden. Ja, ik weet ook niet hoe het komt. Misschien door het weer of zo. Of ik weet niet hoe het komt. Maar dat kan ook wel eens gebeuren. Ik had ineens vreselijke hoofdpijn. Ik hoop dat het niet doorzet, want anders dan zit ik in de ziektewet. Dus ik ga toch proberen om morgen te gaan werken. Ik hoop niet dat het zo door blijft gaan. Ja, het is echt vervelend. Maar ja, een mens die kan het wel eens hebben dat hij zijn eigen niet lekker voelt. En met de aankomende of de afgelopen periode met het weer is het ook niet echt lekker, want dan is het weer warm en dan is het weer ijs en ijskoud. Ik had het begin van de avond ook echt ontzettend koud, had ik het. Dus een beetje koorts, denk ik. Ik weet niet wat het komt. Ik heb in ieder geval aspirintje genomen, dat heeft wel een beetje geholpen. En ik ga dadelijk denk ik nog een aspirintje innemen. En dan ga ik lekker naar bedje toe en dan hoop ik dat het morgen weer een beetje opgelost is. Verder heb ik nog eventjes op YouTube even zitten kijken. En ik had vanmorgen of vanmiddag al een tweet eruit gegooid. Ik
ben steeds meer met. Ik word steeds meer verbaasd over sommige YouTube-kanalen. En gelukkig is het niet vanwege mij, want ik kan daar niks aan doen. Het gaat ook niet over mij. Ik moet even wat rotzooi opruimen. Zo. Maar ik verbaas me steeds meer over verschillende YouTube-kanalen. Ruzies, onderlinge struggelingen worden via vlogs en via video's en via YouTube uitgevochten. Ik ga me eigenlijk steeds meer afzonderen tegen zulke soort kanalen. Ik heb al een paar kanalen ontvolgd. Ik heb een paar Twitter-kanalen ontvolgd. Ik ben het. Ik ga me steeds meer ik ga me steeds meer er tegen afzetten. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het zo raar dat als je een dat je een kanaal hebt en ruzie met iemand hebt, waar je vroeger elkaar de deur plat loopte, of dat je in een bepaalde groep zat. En dan krijgen ze ruzie met elkaar en dan gaan ze elkaar aflopen zeiken via YouTube. En dan gaan ze via hun eigen filmpjes en vlogs en weet ik veel allemaal, gaan ze elkaar zwart maken. Ik kan er echt met mijn pet niet bij. Ongelooflijk. Gelukkig heb ik dan maar een kleine groep kijkers. Ik keek altijd zo heel erg verbolgen naar de mensen die zoveel K-subs hadden en zoveel duizenden abonnees hadden. Maar ik ga me eigenlijk steeds meer beseffen dat ik het maar beter zo kan hebben zoals ik het nu heb. Ik heb er nu iets van 129, 128. En ik heb liever 128 abonnees en geen gezeur, geen gezeik, geen ruzies, geen onderlinge strubbelingen. Dan dat ik zoveel kijkers heb en dat mensen, dat ik mensen moet gelopen zwart maken. Wat ik toch niet doe, want dat zit helemaal niet in mijn aard om via YouTube vechten, ruzies en vechtpartijen te veroorzaken. Maar nee, laat ik toch maar lekker een laag aantal subs hebben zonder ruzie. Dan dat ik een hele hoop subs heb met een hoop gezeik en een hoop ruzies onderling. Ja, ik verbaas me er toch elke keer weer over. Ik kwam vandaag kwam ik ook al zo'n filmpje tegen de net. Ik zat er net een filmpje te kijken en in de onderlinge app die ik heb op de It's Ultrex BV zitten tegenwoordig trouwens nog maar drie mensen in. Nog maar drie mensen in de It's Ultrex BV en dat is voorlopig is dat zat. Ik heb gemerkt dat het aan je kant staan van mensen op YouTube net zo is als in het echte leven. Je moet echt onlaatbare dingen doen om kijkers te trekken en intelligent te gaan lopen doen en mensen afkraken om een goed lopend YouTube-kanaal te hebben. Nou, ik zal dan denk ik weinig abonnees krijgen, want ik zit zo niet in elkaar. Dus ik zal wel een laag aantal abonnees houden. Nou ja, jammer dan. Ik doe het liever gewoon leuk en op de leuke manier en op de legale manier een kanaal draaiend houden. Dat was eventjes. Ik wou er toch nog even wat over kwijt, dat het me toch wel verbaast dat je toch die dingen allemaal meemaakt op YouTube. En dat verbaast me heel erg. Wat ik wel trouwens heel leuk vind, ik weet niet of dat hij ook al op mijn kanaal mij volgt, maar Quincy van Villa Quinza die volgt mij op Twitter al een tijdje en die heb ik nu op Facebook. Ik weet niet of dat hij ook al abonnee is op mijn kanaal. Rob Aarts.
Die is wel in ieder geval abonnee op mijn kanaal, Rob. Hartstikke leuk. Bedankt nog voor de intro. Zoals jullie hebben kunnen zien, is de intro iets veranderd. De nieuwe intro was in het begin. Het laatste stukje van de intro was met het rode logo en dan met tekst. Maar Rob, die heeft een hele mooie. Ja, een hele mooie intro gemaakt waarin mijn logo dus helemaal draait en spint. En dat vond ik echt super. En die heb ik, ja, ik heb dus het rode logo stuk met de tekst eruit gehaald. En ik heb de outro van die Rob gemaakt heb ik erin gezet. Ik gebruik hem ook voor mededelingen. Die hebben jullie ook al kunnen zien. En dan hoor je een soort windvlaag hoor je. En dan zie je ook dat logo helemaal ja, echt schitterend. Ik ben Rob hartstikke dankbaar voor het filmpje. Echt geweldig. Het is in de vakantie. Heeft hij dat filmpje gemaakt voor me? Heb ik dat filmpje gekregen van hem? En ik wou het nog niet gebruiken omdat ik nog even bezig was met de vakantievlogs. Ik denk na de vakantievlogs dan zet ik gewoon in één keer dat nieuwe stuk van Rob erin. En dat is dus nu vanaf. Dat was vanaf zondag, als het goed is. Nee, vanaf zaterdag. Vanaf zaterdag of zondag is dat nieuwe stuk erin gekomen. Ik ben er hartstikke blij mee. Nogmaals, bedankt Rob. Nou, ik ga naar mijn bedje toe. Ja, het zijn even momenteel even niet zo van die lange vlogs. En dat komt gewoon omdat ik moe ben als ik thuis ben en overdag werk. En dan ken ik gewoon. Ja, wat minder filmen. Dus neem me niet kwalijk dat het een beetje, ja, een beetje korte vlogs zijn. Maar in het weekend probeer ik dat weer helemaal goed te maken met een lange vlog. In ieder geval, jongens, iedereen bedankt voor het kijken. Ik ga het morgen proberen om toch te gaan werken. Dat ga ik toch doen. En ja, jullie horen wel hoe het afgelopen is. Is de hoofdpijn helemaal over of niet? Jullie horen het wel. Nou, in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog. Morgen dus op It's Ultrex. De groetjes allemaal. En skabedi, skabedoe, skabedabadoe.